ben Chantal van den Heuvel, ik ben 38 en ik ben een echte Pielse. Hier geboren, een tijdje weg geweest en ik woon er nu weer. Ik test sekspeeltjes voor mijn beroep, maar ik doe nog veel meer andere hele leuke dingen, creatieve dingen. Ik schilder, ik maak poezen van stof en ik moet nu een levensmotto verzinnen. En dat zou dan eigenlijk zijn, trek elke dag je mooiste jurk aan en geniet van het leven. Dus hou van jezelf. Ik zit hier naast jou, Chantal van den Heuvel. En als ik jou zou moeten omschrijven, dan denk ik aan bijzondere persoonlijkheid, sprankelend, creatief. Zijn dat eigenschappen waar jij je in kan vinden? Dat zijn hele positieve eigenschappen. Ja. Dus natuurlijk, nee, ik ben denk ik wel heel energiek. En ook, ben ook heel erg creatief. Ja. Ja. Want de mensen die niet weten wie jij bent, vertel eens iets over jezelf. Ik ben geboren in Tiel. In 1975. Ik ben volgens mij altijd heel creatief geweest, althans altijd bezig met dingetjes. Maar ik moest natuurlijk wel mijn studie gaan doen van mijn ouders. En logisch ook. Dus ik ben naar de grafische MTS gegaan. Daarna ook heb een creatieve opleiding? Ja, het is ook meer technisch, zeg ja. maar. En ik had voor de creatieve kant kunnen kiezen. Maar ik weet niet precies waarom. Maar ik heb gekozen voor de economische kant. Omdat ik dacht, dan kan ik beter een baan vinden later. Maar daar vind ik hem geen reet aan. Boekhouden. Had ik wel een 10 voor. Maar oh, echt? Ik, ja, echt. Ja, nee, ik ben ook nog ontzettend. Het is een studiepik ook nog. Maar ik vind er geen bal aan. Dus ik heb wel mijn goede cijfers gehaald. Maar ik vond het helemaal niet leuk. Althans die economische kant. Ze hadden ook de creatieve kant. En ik ben daarna naar de HBO gegaan. Media en informatiemanagement. En dat is eigenlijk al iets creatiever. Maar dat is wat meer op het schrijven gericht. En die heb ik keurig afgerond. En toen ben ik aan het werk gegaan als tekstschrijver en eindredacteur. En waar? In Amsterdam. Maar ik had daarvoor al in Utrecht op school gezeten. Dus de MTS was in Utrecht. En de Hogeschool van Amsterdam deed ik dus mede- en informatiemanagement. En daar ben ik ook gaan wonen. Hoe is dat dan? Als meisje uit Tiel? Ja, juist omdat de overgang van Tiel naar Utrecht, die was er natuurlijk al. En dan is het ook eigenlijk wel snel naar Amsterdam gemaakt. Ja, ik vond Amsterdam geweldig. Ik vind het nog steeds geweldig. Ik heb daar 15 jaar gewoond. Maar ik ben nu weer terug. Ja, maar dus jij hebt die studie afgerond en ja, toen? Toen ben ik aan het werk gegaan als tekstschrijver en eindredacteur. Bij verschillende tijdschriften en ook online. Dat kwam toen eigenlijk pas... Ja, maar over welke periode hebben we het dan nu? In begin 2000, rond de jaarwisseling, 2000-2001. Dus toen studeerde ik af in 2000. En ja, ik ben ook echt meteen aan het werk gegaan. Ik wilde mijn geld verdienen. Ik heb toen 2 maanden vaste baan gehad als eindredacteur. En toen kreeg ik ruzie met de hoofdredacteur. En dus, ja, voor ruzie, ja, ja, ik werkte me kapot. Echt, ik werkte volgens mij wel 80 uur per week. En toen had hij iets van, ja, je moet eens kijken bij andere bladen, want daar werken ze nog veel harder. Dus dan had ik zoiets van, weet je wat jij doet, je zoekt het me lekker uit. Dus toen heb ik ontslag genomen. En ik heb sindsdien nooit meer voor een vaste baas gewerkt. Dus ik ben eigen baas. Jij bent eigen baas? Ja. Want jij bent in 2001 al begonnen met een blog. Ja. Dat is natuurlijk heel uniek in die periode. Het bloggen kwam in Nederland ook eigenlijk pas echt in 2001 op gang. En ik ben een van de eerste 10 in Nederland. Ja, en jij zet zo vreselijk veel daarop. Ja, ja, je zou bijna zeggen alles, maar dat is ook niet zo. Maar heel veel. Het is wel heel veel. Het is ook... heel veel... Ja. Ja, het is wel veel. Andere mensen vinden het veel. Maar echt dingen die mij echt persoonlijk raken of waarmee ik anderen zou kwetsen, dat zet ik er niet op. Maar het is eigenlijk een soort online dagboek, maar wel in columnvorm. Dus het is wel, ik doe wel echt mijn best om een stukje te schrijven. Het is niet, ik ben vandaag naar de winkel geweest en was spinazie in aanbieding. Dus nee. dat niet. Dus, maar aan de andere kant, ik ben nu ook weer aan het bloggen. Dat is weer een fotodagboek en dat is weer iets anders. Dus het is een beetje een soort experiment. Picture-log. Een fotoblog eigenlijk. Ja. Maar het is wel op dezelfde URL, zeg maar. Hetzelfde internetadres. Dus En alles wat jij daar opzet, word jij daar uiteindelijk dan ook weer mee geconfronteerd? Want mensen lezen dat, reageren daarop. Ja, ik heb een reactiemogelijkheid. Het is nu, kijk, in het begin was bloggen nog niet zo bekend. Dus er waren maar 20 blogs in Nederland. Dus eigenlijk niet iedereen las dat. Maar toen had ik zoveel reacties, sommige stukjes wel 100. En omdat ik over best wel controversiële onderwerpen schrijf en schreef, dus over seks, over drugs, over stappen, kreeg ik ook heel veel negatieve reacties. Mm. Ja. Ja, nou ja, ja. Dat, ga je daar dan ook op in? Nou, die negatieve reacties blijven wel lang hangen. Dat is positief, ja, hoor. Ja. Ja, maar aan de andere kant, ja, je vraagt erom. Dus het is een openbaar blog, iedereen kan het bezoeken. Dus dan moet ik ook niet gaan lopen zeiken. Ja, dat doe ik natuurlijk wel, hè. Thuis wel. Dan ben ik wel heel agressief.
ik echt boos. Maar ik blijf heel cool gewoon online. Dan zeg ik, oh, dat doet mama niks, joh. Ja. Ach, goed, goed. Nou. Maar jij doet nog meer. Ja, nou, ik heb dus ook wel 5 blogs, zeg maar, inmiddels. Ja, dat is een beetje mijn ADHD, dan wil ik allemaal nieuwe dingen. Maar op zich hou ik het wel vol. Maar Manisch is echt, zeg maar, eigenlijk mijn thuisblog. Daar schrijf ik al 13 jaar. Maar ik heb sinds 2,5 jaar ook een seksblog, klimaximaal.nl. En daar test ik seksspeeltjes. En dan schrijf ik over seks, seksualiteit en dus... Maar weet je, ik word er niet voor benaderd. Hoe kan het dat jij dat doet? Dit heb ik ze allemaal zelf opgezet. Dat heb je gewoon zelf bedacht? Die site wel, ja. Maar ik ben in 2001 begonnen met schrijven voor Foxy. En dat is een seksblad. Yeah. Het is een soort playboy voor de gewone man. Dus echt met huistuin- en keukenmeisjes, buurmeisjes. En wat schreef jij daar dan in? Sowieso echt van alles. Dus eigenlijk over internet. Ik deed de meisjes interviewen. Ik schrijf nog steeds voor. Lange verhalen over hoe doe je een triootje. Maar ik werd ook gevraagd om dus de vibrators te testen. Om daar stukjes over te schrijven. En toen dacht ik, nou, waarom niet? Dat vond ik wel leuk. Ja, en dus... dan krijg je zo'n doosje met vibrators thuis gestuurd. Ja, jippie. Gratis. Ja. Maar, nou, in het begin is het natuurlijk, dan is alles nog nieuw en dan is ook alles leuk. Spannend. En het is, ja, en het is ook, dat was dus in 2001 en toen was er nog niet zo heel erg veel. Het was echt nog een ja, niet door... Oeh. Nou, het was de boem, maar ook alle speeltjes, een beetje door mannen gedomineerde wereld, zeg maar. Dus het waren echt nog van die kunstpenissen, van die huidskleurige met aders en zo. En ja, dat zou dan spannend zijn. Ja, en dat is het ook wel, maar dat is niet echt. In de loop der jaren zijn de speeltjes steeds mooier, beter geworden. En het is ook niet meer zo'n taboe voor een vrouw om te zeggen van, hey, ik gebruik een vibrator. Dus ja, dat doe ik dus al ik test ze al 12, 13 jaar, dus ik heb er al 700 of zo getest. Ja, die heb ik niet allemaal thuis liggen. Heel grote opslag. Ik ben het zeker, bewaar je die? Nee, ik heb heel veel... Ik ben bij mijn ex weggegaan, zeg maar, in Amsterdam. Dus en dat was ook wel een periode, denk ik, ga heel veel dingen weggooien. Want je kan niet alles meenemen. Maar ik heb inmiddels volgens mij toch alweer 200 verzameld. En ik bewaar ze ook voor educatieve doeleinden. Want ik geef ook lezingen aan vrouwen wat goede speeltjes zijn, wat slechte speeltjes zijn. Ja, wat is de toegevoegde waarde van jou op dit pad? Nou, ik ben de enige in Nederland die dit doet onder mijn eigen naam en onder mijn eigen gezicht. Dus ik maak eerlijk. Eerlijk, maar ik maak ook YouTube-filmpjes. Niet dat ik ze ga gebruiken, zeg maar. Want mijn moeder die wil ook graag nog ding, zeg maar, over straat kunnen. Maar... ik vertel gewoon op camera ook wat dat is en hoe ze bewegen, hoe ze trillen. En met ook foto's erbij. Dus maar allemaal niet ordinair, maar gewoon in het netten. En ik denk wel dat daar behoefte aan is. Gewoon, er is sowieso behoefte aan. Ook ja. Omdat je hoort het liever van een vriendin dat iets goed is. Ja. Dan dat de fabrikant zegt, nou, dit is de allerbeste vibrator die er is. En is dat dan ook zo, als jij lyrisch over zo'n product bent, dat de verkoop ook echt stijgt? Dat zou ik niet weten, maar ik denk het wel. Want ik weet wel gewoon, ik krijg natuurlijk ook heel veel, ik krijg heel veel mailtjes van vrouwen wat de beste is. Of dat ze advies vragen. En ik krijg ook heel veel mailtjes terug dat ze echt blij zijn met mijn hulp. Met en advies. Dat ze hem ook echt hebben gekocht. Ja, ja. En als je dat nou gaat testen, is dat dan een soort van technisch verhaal? Nee, het gaat natuurlijk wel om je lichaam, zeg maar. Ja, dus vooral wel, dat lijkt wel me best. Ja, dat zit in de natuur, hè? Ja, precies. Ja. Dus, nee, het is een technisch verhaal, want je hebt gewoon, je moet een goede vibrator moet zeg maar diep trillen. En dat is gewoon technisch. Maar het gaat gewoon om je lichaam. Het moet gewoon lekker zijn en wel gewoon goed aanvoelen. Dus het is, ik hou het vooral ook een beetje luchtig en met heel veel humor. Maar wel eerlijk. En, ja. Ja, heel apart. Ja. En waar staan ze daar ook thuis gewoon prominent zichtbaar huis? Nee, zeker niet. Nee, mijn inmiddels man, ik ben sinds kort getrouwd, die heeft een dochter van 14. Dankjewel. Ja. Die heeft een dochter van 14 en die weet wel precies wat ik doe. Maar je hoeft dat niet allemaal. Dus ik heb gewoon een kantoor en dan staan ze in dozen. En dan, dan gaan ze weer naar de berging, want het is zoveel. Ja, dus, lijkt me heel bijzonder, heel apart ook wel om daar dagelijks mee bezig te zijn. Ja, soms is het wel, ik bedoel, 's ochtends om 8 uur heb je er echt geen zin in, hoor. Nee. Dus ik denk, dan gaan we weer. Ja, maar ja, aan de andere weer. Kant, ja, dus daarom, het is toch seksualiteit en je moet er ook maar zin in hebben. Dus het is echt niet dat ik de hele dag met vibrators om me heen bezig ben. Dat absoluut niet. Nee. Ik ben ook maar één mens. Je bent gewoon echt een mens. Ja, ik heb ook heel vaak geen zin. Dus, maar ja, dat, ja. Ja. Sowieso meen ik me een verhaal van jou te herinneren dat jij ook een heel ander onderwerp trouwens, hoor. Dat jij met kunst... Ja, dat is dus... Daarom doe ik heel veel verschillende dingen. Maar dat is denk ik wel
ook mijn ADHD, dat ik iets bedenk en dan ga ik dat doen met alle enthousiasme die ik in me heb. Dat is maar, om het kleurrijker te maken, toch? Ja, met de schilderij heb ik hier in het ziekenhuis opgehangen. Ja. En dat was toen mijn moeder in het ziekenhuis lag, en, op de schakelafdeling. Ze heeft 6 maanden in het ziekenhuis gelegen. Ja, ze is heel ziek geweest. Ze is heel ziek geweest, maar ze had kanker en ze is nu kankervrij. Dus ze is gewoon weer thuis en ze kan van alles weer. Maar ze moest revalideren in een gang van het ziekenhuis en daar hing helemaal niets. En overal heel saai. Heel saai, maar overal in het ziekenhuis hangen schilderijen. Maar dan vooral in de centrale hal. En dat is natuurlijk omdat daar heel veel mensen komen. Maar juist de patiënten zelf, die lopen ergens doorheen waar niks hangt. Dat vond ik niet eerlijk. Niet inspirerend. Ja. Nee. Dus toen ben ik schilderijen gaan maken. Ook zelf. Als een soort therapie voor mezelf waarschijnlijk hoor. Omdat je toch, je moet iets kwijt. Je weet ik veel wat. Je liefde, je energie, je verdriet. En dat heb ik... klinkt wel heel zweverig allemaal, maar goed. Je maakt een hele erg zware fase mee natuurlijk. Ja, dus toen ben ik gaan schilderen echt op hele grote doeken. En die heb ik daar opgehangen, maar met een kaartje erbij dat mensen de schilderij mee mochten nemen als ze het mooi vonden. Maar dat ze wel moesten of mochten doneren op de Kankerstichting. Ja. En die zijn allemaal meegenomen, dus dat was superleuk. En is er ook inderdaad geld gestort? Ik ga uit van het goede van de mens. Ja. Dat kan je natuurlijk niet controleren, maar ik hoop het wel. Ja. Ja. En jij vult je dagen met... tikken, internet. Dat ja, en ik heb elke woensdag en donderdag een oppasmeisje. Die blijft ook bij mij slapen. Dus dat is ook heel gezellig, daar knutsel ik heel veel mee. En ik heb ook nog, daar ga ik binnenkort weer mee beginnen. Ik wil je inderdaad vragen, inderdaad. Ja. Heb jij nog plannen? Heb je nog plannen? Ja. Ja, nou ik heb altijd, en toen mijn moeder ziek werd, ben ik daarmee gestopt, heb ik ook een eigen bedrijf gehad in poezen van stof. Dat klinkt Ploesje. Ja. Ploesiepoesie. Ploesiepoesie. Ja, dus dan sturen mensen een foto van hun eigen kat. En die maak ik helemaal na als knuffelbeest. Maar dat klinkt met alle vlekken op de goede plek. En dat was zo ontzettend leuk. En dat mis ik ook heel erg om dat te doen. Maar juist, mijn moeder werd ziek en ik had gewoon niet meer de energie of de suf om al die mailtjes te beantwoorden van mensen. En dan moest er een stipje naar links en naar rechts. En dan denk ik, ja, wat lul jij nou met je stipje? Mijn moeder die ligt dood te gaan. Over? Ja, dat was ook niet helemaal eerlijk. Goed, dat is de fase waar je in zit. Ja, dus toen ben ik gewoon gestopt. En nu ben ik weer nu heb ik weer genoeg energie en zin om daarmee verder te gaan. Ja, dus dan maak je een soort van daadwerkelijke... Het is echt een knuffelbeest, bijna net zo groot als een kat zo. En dan inderdaad, als hij een witte staart heeft, krijgt hij een witte staart en een wit befje. En alle vlekken ook precies zo. Streepjes, ja, kleurogen. Ja, echt leuk. Allerlei talenten. Ja, dus... dat vind ik wel echt, vond ik heel erg leuk om te doen. Dus dat is ook heel iets anders. Maar dat vind ik juist leuk, dat niet elke dag hetzelfde is. En ik kan daarvoor kiezen. En dat is wel een... iets heel fijns, zeg maar. Dat ik gewoon mijn geld kan verdienen op verschillende manieren. En dat ik niet elke dag van 9 tot 5 naar baas moet. Ik denk ook dat je daar heel erg gelukkig van zou worden. Nee, maar als het zou moeten, dan zou ik dat uiteraard wel doen. Ik bedoel, je moet toch je huur betalen en je boodschappen. Maar dit is wel een zegen, mag ik toch wel noemen. Dat is wel echt een cadeautje van mezelf eigenlijk, dat het lukt op deze manier. Ja, en ik denk, voor zover ik het kan beoordelen, dat jij een cadeautje bent voor heel veel andere mensen. Al die mensen die jou volgen. Ja, nee, het is, misschien wel. Ik denk wel dat voor sommige mensen is het echt een begin van de dag. Dan gaan ze eerst even mijn site lezen. Wat heeft zij gisteren weer gedaan? Ik vind dat wel heel schattig. Ik krijg zelfs kaartjes van mensen opgestuurd. Dat ze mijn blog zo leuk vinden. Dat is echt super lief. Ja, enig. Maar je hebt ook over eten? Ik heb ook nog een kookblog. Ja, maar dat is ook weer... Ik vond de naam zo leuk. Dus ik koop dan zo'n website. Gewoon puur op de naam. Culinair. Want mijn naam op internet is Luna. En dan culinair, daar zit L-U-N-A in. En dat vond ik zo'n leuk woordgrapje. En toen dacht ik, dan moet ik ook maar... daarbij gaan doen. Ja, want je kookt toch elke dag gewoon. Dus dat vind ik dan wel heel erg leuk. Om met Lidl-producten gewoon allemaal hele toffe dingen te maken. Oké, het is zo goedkoop mogelijk. Ja, nou, ik kook af en toe ook wel heel exclusief. Maar het is juist, ik vind de Lidl een geweldige winkel. Ik ben helemaal fan van de Lidl. Zeker nu hebben ze nu Iberische weken met allemaal tapas hapjes. Het is fantastisch. Echt. Of wat hebben ze nou ook Thaise dingen... Briljant. En zoveel goedkoper. Ik snap niet dat mensen ergens anders boodschappen halen. Ja, nee. Nee, ja echt. Of dat de mensen niet vaker naar de markt gaan. En dan brouw jij mooie recepten in elkaar. Die zet ik ook. Ja, maar ook weer met een leuk poppetje erbij. Ja, dus ik vind het ook vooral leuk om daar creatief mee bezig te zijn. Gewoon. Om het echt om leuke foto's ervan te maken. Maar ook weer niet de geëikte foto's van een heel mooi gerecht. Maar juist ook de foto's van de ingrediënten. Maar ook gewoon dus puur juist de Lidl verpakkingen. En dat dan met een verhaaltje ook erbij. Dus mijn hele leven staat gewoon online.
eigenlijk. Dat is wel... Ja, grappig dat je ook gewoon een van de eerste bent geweest, hè? Ja. En je houdt het vol. Ja, dit is ook echt een van de weinige dingen in mijn leven dat echt gewoon als een rode draad door mijn leven loopt sinds mijn afstuderen dan. En ik heb zo prijzen gewonnen, genomineerd voor van alles ook nog. Waarvoor? Voor dat blog. Oh, als, serieus, ja, wat leuk. Ja, als best geschreven webblog, mooiste vormgeving en wat nog meer. Ik was genomineerd voor het beste 5 van het decennium, samen met Wim de Bie. Ik heb niet gewonnen, dat is Dominique Weesie van Geen Stijl. Wat ook logisch is, want dat is natuurlijk zo'n grote. Ja. Maar ik was wel genomineerd. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Superleuk. Ja, en als persoon ben je natuurlijk ook heel extravert, extravagant. Ja. Altijd in prachtige jurken. Ik heb altijd een jurken. Ja, altijd jurken en bloemetjes. Maar ik heb ook een mooi Roy Donders pak, hoor. Dus ik laat de hond gewoon uit in mijn Roy Donders pak of in mijn pyjama. Dus echt niet altijd zo. Nee, nee. En thuis ook gewoon in mijn jongpak. Meestal wel. Dus de buurt, meer gezichten. Ja, maar ja, goed, we gaan niet. Ja. Ik zou willen van wel, maar ik ben ook voor luie 's ochtends. Dan hou ik gewoon inderdaad een pyjama aan de hele dag. En als dan de hond uitgelaten moet worden, dan ga ik hem niet eerst aankleden. Nee? Nee. Ja, dat, vind ik dan ook wel iets moois hebben. Ja. En goed, de plusje poesen? Plusje poesie heet het. Plusje poesie. Dus, plusje en poesie, ja. Ga je nog iets doen met de schilderkunst? Vast wel weer een keer. Ik heb heel veel ideeën, maar je hebt natuurlijk maar een beperkte tijd om dingen te doen. Maar ik hoop het wel. Ja, ik wil zeker wel weer gaan schilderen. Ja, ik denk dus, dat er nog heel veel voor jou ook in het verschiet ligt. Ja. Ik hoop het. Ik hoop dat ik gewoon deze energie kan blijven houden tot ik 80 ben. En dat is wel de bedoeling. Ja, genieten van de mooie dingen. Ja, zeker. Dat ook zeker. Van de poezen. Misschien komt er wel een site met plusje hondjes. Ja, ik heb daar ook al de URL van gekocht. Plush puppy. Van slush puppy, maar dan een Plush puppy. Ja, maar dan koop je dat en dan moet ik er ook iets mee doen. Ja. Ja, goed. Ja. Het ligt in ieder geval op het plan. Zit er allemaal in. Ja. En daar gaat nog vast wel iets mee gebeuren. Ik, okay. Het is wel een bedoeling. Okay. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.